kunnen we zelf vrede en liefde worden? Dit is de vraag die ik mijn mannen meegaf en meegeef deze advent. We kunnen liefde en vrede worden door hiermee te oefenen en te experimenteren. Juist in deze harde periode, voor geredeneren, van afzondering. Die coronamaatregelen treffen de mannen hard. Want zij kunnen hun bezoek al 9 of 10 maanden niet vasthouden, niet knuffelen. En zeker voor de vaders met de kinderen, voor de mannen met hun geliefdes, dat is hard. Veel mannen lijden aan huidhonger. Omdat ze al zo lang geen contact hebben gehad. We kunnen oefenen met liefde en vrede iedere dag. Op verschillende momenten. Op de leefafdelingen, in omgang met medegedetineerden en met bewaarders. Op de werkzalen en tijdens het luchten of bij groepsgesprekken. Bij de kerkdiensten of tijdens individuele gesprekken. Oefenen met vrede kan tijdens de kerstvideoboodschap. De mannen krijgen de gelegenheid om hier een kerstvideoboodschap op te nemen. Tegen deze achtergrond, de kerstboom, een mooie kersttaal. Om een boodschap in te spreken voor hun geliefde, zodat zij zelf een beetje aanwezig zijn tijdens het kerstfeest bij hun geliefde. Een klein beetje troost voor het thuisfront. We oefenen met vrede en liefde, doen we ook wanneer we hier met elkaar kerstkaarten schrijven. Vanochtend nog schreven er, coronaproof, hier 18 mannen kerstkaarten voor eenzame ouderen. Voor het ouderenfonds. Die gaan vandaag, al die honderden kaarten die geschreven zijn, door allerlei verschillende mannen, of ze nou blank Nederlands zijn, Antilliaans, Turks of zwakbegaafd of hoogintelligent. Al die mannen samen hebben honderden kaarten geschreven voor ouderen die eenzaam zijn en eenzame kerstdagen hebben. Het ouderenfonds zorgt ervoor dat die kaarten daar terechtkomen. We kunnen oefenen met vrede en liefde, maar dan moeten we wel bij onszelf beginnen. Ja, ik wil wel stoppen met mijn agressieve gedrag, maar dan moet eerst die ander stoppen met dom doen. Ja, als we zo gaan redeneren, zo werkt het niet. Vrede komt alleen dichterbij als wij zelf veranderen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Zonder vallen en opstaan werkt het niet. Vallen en opstaan hoort erbij. Vertrouwen mogen we vanuit onze traditie hebben dat we kunnen vallen. Want we geloven dat de opstanding de kern is van ons geloof. God komt niet als rijke of machtige koning bij ons wonen, maar als een baby, kwetsbaar, teder en klein. Weerloos. En die baby, waar komt die wonen, waar komt die terecht, wordt die geboren? Tussen het schorrie-morrie. Dus je zou kunnen zeggen dat Jezus zich thuis zou moeten voelen hier in de baaiers. Want er wordt altijd gezegd dat in de baaiers zoveel schorrie-morrie is. Alleen in een wereld waarin kwetsbaarheid en liefde zich kan openbaren, kan Gods licht schitteren. En tot volle wasdom komen. En de duisternis verdrijven. In deze wereld zal het rijk van God, van vrede en liefde, verder doorbreken. En zullen zwaarden worden omgevormd tot ploegscharen. Naar het profetische woord van Jesaja. En de bloedige onderdrukking zal stoppen. Dat het zo mag zijn. Zalig kerstfeest.